kleding, schoenen en iPads. Het komt allemaal in een razendsnel tempo en in enorme aantallen voorbij. Als we straks eind augustus, september, dan verwacht ik dat wij hier rond de 25.000 tot 30.000 pakketten in de ochtend verwerken. Terwijl het aantal ouderwetse brieven snel minder wordt, groeit de markt voor pakketten door de webwinkels juist razendsnel. En dus zijn nieuwe sorteercentra hard nodig. In de oude situatie, toen wij nog een sorteercentrum hadden, hadden we maar 3 sorteercentra in het land. Op dit moment is dit nummer 16 het nieuwe depot. En we hebben daardoor onze capaciteit kunnen vergroten. En daardoor zitten wij ook dichter bij onze klanten. Vanuit het nieuwe sorteercentrum in Zwolle worden de pakketjes in een gebied van Kampen tot Deventer en Hardenberg bezorgd. En dan het liefst binnen 24 uur. Want nog langer wachten, dat wil natuurlijk niemand meer.